Zodra ik wakker ben, kijk ik meteen even op Twitter en Facebook. Ik volg iedereen terug, want ik vind het gewoon leuk om onzin te lezen. Dan is het tijd om uit bed te gaan en op te drukken. En 25 keer opdrukken, benen op het bed, geen geintjes. Ah. Girl, look at that body. I work out. Girl, look at that body. I'm sexy and I know it. Dan even naar beneden, eerst even van het uitzicht genieten. Mooi. Trappetje af en tanden poetsen. Oh ja, what the fuck was het ook alweer? 25 seconden per tand, toch? Even die kip van gisteren eruit verlossen. En dames, ik weet dat jullie het vervelend vinden, maar ik moet wel mijn kleren aandoen, want ja, het is raar als ik de hele dag zonder t-shirt loop. Al ben ik wel fucking sexy. Oh ja, en Danny Brown aan, met Dip. Dat is ochtendmuziek, word je lekker wakker. Dip, 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 dip. Altijd English breakfast, anders heb ik over 2 uur weer honger. En je weet hoe het op de set gaat, dingen lopen altijd uit, dus je moet rekening houden ermee. En dit is nog wat moxalesi van gisteren. Kijk, de onderkant is altijd aangekoekt. Daarom moet je het altijd een avondje in het water zetten. En dan wordt het zacht en dan kan je het zo eruit schoppen. Bang! Zie je? Gordon Ramsay heeft niks op me. Masterchef dingen. Oh ja, en Dr. Phil in de ochtend. Het is altijd leuk om te kijken hoe hij zijn geld verdient. De andere mensen vertellen wat ze met hun leven moeten doen. Na het acteren ga ik dat ook doen. En even douchen, want ja, we gaan niet stinkend de straat op. En voor alle mensen die denken dat ik alleen maar een rappende gangster, rapper, acteur ben. Die alleen maar naar Danny Brown luistert. Shakira gaat er ook in. Shine.